Per 1 januari is het verplicht. De schaatshelm op schaatsbaan De Uithof. 125 kinderen van de vereniging HVHW kregen zaterdag een gratis helm uitgereikt. De KNSB heeft dat, wil het eigenlijk al wat langer doen, maar stelt het nog niet verplicht. Dus wij lopen daar een beetje op vooruit. Ja. Volgens schaatstrainer Hoel de Bakker is het een stukje bewustwording. Ook voor kinderen, ja, de een heeft hem wel op, de ander niet. Ik denk dat juist als iedereen hem opdoet, dat het ook niet meer vreemd is. En dat de kinderen het dadelijk normaal gaan vinden dat ze met schaatsen een helm op hebben. En dat is ook zo. Je weet maar nooit zeker of dat iemand gaat vallen. Of ja. Ik vind het wel goed eigenlijk. Want je kan er toch wel schade aan je hoofd soort aan krijgen. Gelukkig komt het hoofdletsel niet vaak voor. Maar als het voorkomt, dan is het ook vaak goed mis. Hè? Dan is het op zijn minst een zware hersenschudding. En misschien wel erger. En dat kennen we natuurlijk zeker van het natuurijs. IJs op de ijsbaan is natuurlijk wat gladder. Maar we willen het echt voorkomen. Ben je wel eens hard op je hoofd gevallen? Ik niet, maar toch is schaatsen wel een gevaarlijke sport. Zeker als je al sneller gaat. En als je achter elkaar rijdt. Dus ja, het is wel een gevaarlijke sport. De vereniging heeft 150 helmen besteld. De 25 die over zijn worden gebruikt door kinderen die een proefles volgen en door instructeurs.